Hallo beste kijkers, welkom bij deze nieuwe vlog. Het is alweer vlog 136. En we beleven natuurlijk weer van alles. We hebben gasten uit Engeland en dat zijn oude bekenden van ons. Ze zitten hier aan tafel, Clive en Dawn. Maar we hebben van alles meegemaakt en dat zul je allemaal zien in deze vlog. We hebben bijvoorbeeld grotten wezen ontdekken. Grotten die we nog niet eerder hadden gezien. En we hebben muziek bijgewoond. En het ene muziek was geweldig, maar er was ook muziek bij dat was. Hoe zou ik het zeggen? Stop de proppen maar in je oren, zou ik maar zeggen. maar het was een live jamming en dat gebeurt hier wel meer. En dat zijn gewoon allemaal muzikanten die bij elkaar komen. Die gaan lekker met elkaar een beetje muziek zitten klooien. En. Ja, dat is eigenlijk een beetje wat je kan verwachten in deze vlog. Ik zou zeggen, veel plezier met deze vlog. Kijk, daar wonen Darren en Louise. We zijn even aan het zwaaien. We zijn aan het klimmen. We zijn flink aan het klimmen. Daar ergens staat de auto beneden. En waar klimmen we naartoe? Het zal wel gesloten zijn. Er is daar een grotwoning. Maar ja, wij hebben toch wel een bepaalde nieuwsgierigheid dat we dat willen bekijken. Net even twee kropjes sla geplukt. Geraapt. We zijn nog steeds aan het stijgen. Gaat echt flink omhoog hoor. Maar dat zie je niet zo goed. Ja. Ik heb ook geen klimschoenen aan. Dus het is een kwestie van niet op je bek gaan. En mijn voeten een beetje vlak neerzetten. Is het open? Waarom moeten die bosjes er nou voor zitten, hè? Dat is nou weer zo lullig. Oh, dat is een hartstikke leuk deurtje hier. Hier is ook een deurtje. Is daar ook een deurtje? Ja, een deurtje. Maar er zit een stokje voor. Ja, maar zo staat er een deur open. Ja. Dat is jammer joh, als ze nou die struiken er niet bij doen, dan hadden we gewoon even erin gekund. Maar ja, die struiken zijn echt stekelig. Weet je dat hier trouwens ook hele dikke slangen zitten? Gaaf, hè? Het is echt gaaf. Luk, het is helemaal naar de zin. Oh, hier is een stukje deurtje ingestort. Ja. Daar. Ja. Oh ja. In de plank. Oh ja joh, dan kan je pan opzetten. Daar kan je je pan opzetten. Nou, Luc. Voorzichtig, hè? Het is hartstikke droog hier joh. Hier heb je nog een deurtje, daar was dus waar je niet in kon. Dit is de haard. Echt waar? Ja. Ja. Dit is een haard. Ze heeft echt wel iemand gewoond. Ja. Kijk eens. Ja. Wat? Oh,
met mijn lamp gehangen. Ja. Hier op een plank. Ja, joh, gaaf, hè? Ja, dit is echt geweldig. Het is daar, je hebt geen zaklant daar, weet het dus niet. Nee, ik denk dat het daar stopt. Ja, dit is gewoon zo, ja. Zo'n kamertje. Ja. Een plank. Een plank. Bijzonder, hè? Ja, dit is mooi. Leuk, hoor. Ja, is toch maar even gemaakt zo. Hey, Luc? Hey, hallo. Ja, stilgevallen. Leuk. En daar is weer een... Nog wel je zonnebril op. Kan je nagaan. Leuk, hè? Leuk. Allemaal van die konijnenkeuteltjes. Dus ja, dat vind ik natuurlijk helemaal geweldig, hè? Avonturen beleven. Oh, dus daar ook nog een vertrek. Zie je? Ja. Leuk. Ja. En als je hier woont, heb je natuurlijk wel giga uitzicht, hè? Ja. Oh ja, joh. Nog meer huisjes. Met een schoorsteen. Zo, we zijn aan het schieten. Om de vogels weg te jagen. Maar het klinkt aardig door, hoor. Ja, dat klinkt aardig door. Kijk, lukt dan. Die denkt zo, oh, ik durf dat wel. Daar doorheen. Oh, dit ziet er netter uit. Ja, maar ja. Hier is ook een schoorsteen. Oh ja. Oh, dat ziet er echt netjes uit. Als het regent dan. Het kijk uit, het plafond is nog wel een beetje. Kijk, er zit ook een haak. Misschien kan je ezeltje in vastbinden. In een kamertje. Die heiger is lucky. Dat zijn wij niet, hoor. En dit loopt door. Dan kan je kapstok. Netjes gemaakt, die plank, zeg. Je hebt hier twee gaten daar. Ja. Je stapt er doorheen en een gordijn. En je hebt een gordijn. Ja. Ja, mooi gemaakt, hoor. Slim. Ja. Heel slim. Grappig. Kijk, zien jullie de auto, jongens? Daar, in het midden van het beeld. Hoi. Ja. Oh, die komt met zijn hondjes. Hoi. Die heeft ook zoiets van, ik ga mijn hondjes even uitlaten. Wil je binnen in de cage? Ja. Heb je even binnen, hè? Ja, we hebben
No? Yeah. It's interesting. Zijn we net ook zo gelopen? Ja, je kan ook zo naar beneden hoor. Ah, nee, dat is goed zo. Zo, Darren die is even van huis gekomen. En die heeft nog wat caves die hij die wil laten zien. Ja, daar. Oh, dit is Cave Village, Darren. Ja, alle caves. Ja. How are your orange trees now? Good, yeah. Yeah, a lot of oranges? Next year, maybe more. Next year. Apple. Pomegranates are good. Yeah? Peaches. Well, it's all young stuff. Yeah, it's fine, so. This tree, none. This tree, none. This tree, none. This tree. Yeah, our trees are dead. Yeah. Oh, there's furniture. Yeah. And what? Yeah, oh, this is nice. Bedroom. Bedroom. Kitchen. Yeah. The sink. Nou, dit is echt geweldig. Oh, yes. Hier spijkeren, Leo. Ja, ja. Sink. This is very, very nice. Nice kitchen. Can you see nou, hier kan je afwas. Ja, by hand, ja. Yeah. It's a bird house up there. House Martin. What is it? A dead animal? No, it's a... Something. Me and Louise, you know. Yeah, kijk daar. Zeker. House Martin, ja. Yeah? Yeah. Hier, kijk dan, joh. Ja, ja. This is very nice. Smells. Oh, yeah, like shit. Yeah. Someone's. Nou, ik raak het niet. Nee? Yeah. Nou, mijn neus is ook wel goed, hoor. Bedroom. Kijk wat gaaf. Even a bed. So it's not long ago there sleeps someone in. Is there more? I think this must be bathroom, maybe. The bathroom? Is this the first time you're here, Darren? No, I've been here loads of times. Okay. When you have a fight with Louise, you're coming here. I just bring people up and show it. Stinks. Yeah. Is it your dogs? No. No. It's not me either. What do we eat tonight? Look in the pan. Oh, nothing. I think... Sheep shepherds come and shelter sometimes. Yeah. I think they've probably been to the toilet and yeah. And they can do it outside as well. Yeah, we see them sometimes. Yeah. Yeah, we see them sometimes here. Give them a shit, yeah. No, yeah, oh yeah. Yeah. Oh. Don't step in the shit. There's an oven or a stove or something like that. Look, it's on the ceiling. Oh, look! Dat was lukkig, ja. Oeh! Zo. Dat is leuk. Zo, rubbish, cans of beer. Ja. They get drunk here. Ja, we rijden nu hier in de Rambla. Vlakbij het grote mijngebied. En dat mijngebied dat heet Sierra Almagrera. En we naderen nu een woning. En deze woningen zijn in 1952 gebouwd in opdracht van het Spaanse mijnbedrijf MASA. Ze zochten in die tijd personeel en dat lieten ze uit allerlei regio komen. Want er was in de regio hier
was er te weinig personeel voor de exploitatie van de mijn. En het is eigenlijk een hele moderne plaats, want de woningen, het zijn 202 onder één kapwoningen, zijn voorzien van allerlei moderne voorzieningen in die tijd, 1952. Badkamers, boilers, voorzien van spouwmuren, maar er waren allerlei voorzieningen voor de werknemers. Zo was er een bibliotheek, er was een bioscoop met een perfecte geluidsinstallatie en isolatie. Er was een ziekenhuis voorzien van een chirurg met een operatiekamer, gespecialiseerd in traumatologie. Er was een ontsmettingsruimte, er was een röntgenafdeling. En het ziekenhuis was voorzien van allerlei moderne apparatuur. Ja, eigenlijk is het maar 6 jaar bewoond geweest. En, want de exploitatie stopte in 1958. Maar er waren allerlei leuke voorzieningen hoor. Er was een civiele bewaking. Er waren scholen. Er was een bakkerij. Er was een leeszalen met biljarten. Enfin, er werd echt aan gedacht om het de mijnwerkers zo plezierig mogelijk te maken. Maar ook dat de kinderen en de vrouwen niet naar andere stukken hoefden te reizen, omdat alle voorzieningen en zo aanwezig waren. Dus het stopte in 1958 en het raakte helemaal in verval omdat het helemaal leeg liep. Ja, eigenlijk het einde en zonde van 6 jaar bewoning, want het zijn eigenlijk mooie woningen. En er is voetbal op tv. Nederland tegen Ecuador. Dus ik ga een lekker omeletje maken met spek, met augurkjes, met tomaat, met brood en met ijsbergsla. Broodjes bekleed je met ijsbergsla die we net van het land hebben. En daarbovenop gaat de gebakken ei met spek. En dan is je Hollandse uitsmijter klaar. En we zijn net natuurlijk lekker met de jeep weg geweest. En wat vonden wij op het land? Een beetje ijsbergsla. Maar kijk dan. Wat een giga grote courgette. Daar ga ik lekker een courgette soep van maken. Hier nog één. Wat een groot ding. Wat is nou het verschil tussen een courgette uit de supermarkt en een courgette van het land? Dat ga ik jullie nu laten zien. Deze zijn van het land. Kijk, en deze is uit de supermarkt. Wat een verschil, hè? En hier kan je een hele lekkere gebonden courgette soep van maken. En dat is ook wat ik ermee ga doen. Goedemorgen, zaterdag vandaag, 26e. Kijk, daar zijn ze het land aan het verbouwen. Dat is mooi, hè, daar. Jeetje, mooi gezicht. Dan komt er hier een auto aan. Die gaat er ook heen, denk ik. Gisteren was heerlijk met de jeep lekker lang gereden. Ja, het is toch ook een onwijs mooi land. Ja, ze gaan daar. Ik denk dat het land echt weer allerlei groenten opkweken en dat soort dingen. Sinaasappels misschien, olijven. Op werk zijn we al een week bezig met graven. Was eerst daar helemaal niks. En ik ben weer boven. Lekker met lukken of lekker lopen. Zoals morgens vroeg. Gezonde lucht inademen. Allemaal dadels in de palmboom. Oké, ik ga weer even lekker verder. Tot later. Vandaag visite uit Engeland. En ik denk, ga even aloe vera snijden, want ik moet weer nieuwe crème maken. Maar ik loop nu langs die plant, die vetplant die in bloei staat. Nou, moet je kijken, wat een mooie bloemen. Zo, hé. Oh, hier word je toch blij van. Zo mooi. Gaaf.
Wat een mooie bloemetjes. Prachtig. Ja, prachtig. Oh joh, die had ik nog niet eens gezien, omdat die ook die onderste ook hingen. Zo, wat mooi. Ja, inderdaad. Daar hangen ze ook nog. Ja. Dit is echt te erg voor woorden. Oké, jongens, hoe vinden jullie dit klinken? Hallo Parlemanis. Thank you.
However bad I am doing, I'm not complaining. Qué dolor, qué pena, qué tormento. Qué dolor, qué pena, qué tormento. Qué dolor, qué pena. Lo mal que estoy y lo poco que me quejo. Lo mal que estoy y lo poco que me quejo. Siempre me levanto con el pie mirando al suelo. La voz muda me saluda desde lejos. Me regala su silencio, pero yo me hago sueco. Mirándome me molesto. Y el espejo me vuelve sin reflejo, sin miedo, sin lucido, pero no me fío. Porque el instinto ha sido un éxito, mira, no hace que me dé frío. Lo mal que estoy, tío, que me quejo. Lo mal que estoy, tío, que me quejo. Tengo el alma en cuarentena, mi cuerpo, quiero dar que te poco abajo de subir tanta escalera sin llegar a mi lado. Y la escuela se pica porque siempre estoy esperando el día. Por el que te oculta su llanto, un ladrillo no sabe llorar, pero tampoco lleva compás. Lo mal que estoy y lo poco que me quejo. Lo mal que estoy y lo poco que me quejo. Zijn we in Palomares weer. Maar het is inmiddels zondag, de 27e november. En nu zijn Pamela en Marcelo aan het spelen. Op het strand. Op het strand. Dan hebben we Jaap, Michelle, Clive. Yara and Dom. Say hello, Dom. Mijn schatje is er ook. En we zijn lekker aan het genieten. Ja, we zijn speciaal voor dit duo gekomen. Want die kennen we al een tijdje. We hebben al verschillende optredens voor meegemaakt en we zijn er speciaal hiervoor naar het strand gekomen. Ja.
Nou, daar was het mini-concert van Marcella en Pamela. Goed zo! Goed zo, Lucky! Nou, beste kijkers, jullie hebben het gezien, hè? We hebben een nieuwe intro, een nieuw filmpje. En hoe komt dat? Omdat Clive heeft een mooie drone en die heeft ons aangeboden om daaraan mee te werken. Ik hoop dat jullie het leuk vonden en als dat zo is, laat dat dan eventjes merken. Dit was vlog 136.